helemaal lekker in zo'n herfstkleurtje adventskalenders voor honden. Het grootste wat ik heb meegenomen. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en op mijn eigen kanaal maak ik ook regelmatig shoplogs. En vandaag heb ik hier dus weer eentje voor jullie op het kanaal van Action. Ik had weer helemaal zin om naar de winkel te gaan. Daar ben ik ook al geweest. Ik heb hier alle spulletjes naast me staan. Ik ga die dadelijk allemaal samen met jullie bekijken. Maar ik ga dus eerst even de beelden uit de winkel laten zien. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe ook even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action. En dan ga ik dus eerst even de beelden uit de winkel laten zien. Ik ben nu in de Action. Ik vind allereerst deze geurstokjes er al heel erg leuk uitzien. Ook om als cadeautje te geven. En daarnaast vind ik deze plates ook al helemaal lekker. In zo'n herfstkleurtje natuurlijk. En die is €7,95. Ik zie nu ook dat ze hier veel grotere van die make-up organizers hebben. Ik heb thuis zeg maar alleen dat je dit bovenste hebt. Maar nu hebben ze gewoon 4 lagen. Ik heb er zelf al genoeg, maar dit is wel echt een tip als je dit nog zoekt. En die is €6,49. Ik ben nu even bij de keukenafdeling en ik hou echt van dit soort tapasplankjes en zo. Maar ik vind deze dus ook wel heel erg leuk. Dit is gewoon zo'n plaat die rond kan draaien. Ik denk dat ik deze ook mee ga nemen. En ik vind deze ook nog steeds zo leuk. Ik ben echt zo erg aan het twijfelen om ook zo'n rekje te kopen. Maar dit is dus zo'n kruidenrekje. Oh, en jongens, ik word ook al zo vrolijk van heel die kerstafdeling hier. Ik vind ook al die dekentjes hier allemaal zo mooi. Deze hebben allemaal van die figuurtjes erop. Deze heeft een soort vierkantjes. En die is €6,95. En nog meer geurstokjes, jongens. Ik heb er echt al meer dan genoeg thuis. Maar zo lekker. Ik vind deze ook heel erg mooi uitzien. Kijk nou wat ze hier hebben. Ze hebben dus van die adventskalenders voor honden. En ik denk dat ik hem nu al mee ga nemen. Omdat die anders misschien alweer uitverkocht is. Maar nu zit ik echt te twijfelen welke het gaat worden. Dus met het hondje erop of met heel veel hondjes erop. Ik ben echt benieuwd welke jullie zouden kiezen. Deze mokken vind ik ook echt helemaal geweldig. Maar ik ga nog heel even wachten met allerlei kerstspullen kopen. Maar wel heel erg leuk deze. En nu het weer kouder wordt, vind ik het ook altijd fijn om veel van dit soort beauty en body cream spullen te hebben. En die is €2,95. Dus deze gaat ook mee. Oké, jongens. Dan is het nu tijd om deze tas samen uit te pakken. Ik vind hem er ook heel erg leuk uitzien. Allemaal leuke herfstkleurtjes en paddenstoelen en dat soort dingetjes. Echt grappig. En ik heb dus ook nog wat grote spulletjes ernaast staan. Ik heb deze keer echt wel grote dingen meegenomen. Dus laten we daar allereerst mee beginnen. Allereerst heb ik dit kruidenrek meegenomen. Deze is van bamboe en er zitten dus 8 potjes bij waar je dus kruiden in kan doen. Ik had zoiets nog niet en ik dacht, ik vind het ook gewoon leuk om dit neer te zetten op de keuken. Ik wil ook nog wat kruiden erbij halen, zeker voor de herfst. Ik wil een keertje zo'n pumpkin spice drankje weer maken, dat soort dingetjes. Dus ik dacht, het komt perfect uit. Ik had echt nog zoiets nodig. Zo kan je het wat beter zien. En deze was €8,95, dus ik kan niet wachten om hem uit te gaan pakken en te installeren, om het zo maar even te zeggen. Dus dit was het eerste item. Dan gaan we door naar het grootste wat ik heb meegenomen. Namelijk deze Poef. Hij lijkt op beeld nog best wel klein. Maar hij is best wel groot, jongens. Ik vind het ook leuk met dat detail. Dat hij overal van die randjes erop heeft zitten. En mij lijkt het dus ook heel erg gaaf om dit bijvoorbeeld in een hoek te zetten. En er dan een vaas op te zetten met allemaal droogbloemen. Dat soort dingetjes. Ik vind dat gewoon echt een leuke uitstraling geven. En deze was €17,95. Hij viel echt bijna. De volgende twee dingen die ik heb meegenomen heb ik echt gekocht als een set. Ik vind het in ieder geval leuk bij elkaar passen, denk ik. Allereerst deze kaarsenhouder, theelichtjeshouder. Hier kunnen dus 3 theelichtjes in. Ik vond deze er heel erg strak uitzien. Hier kan je ook zien hoe die eruit ziet als de kaarsjes erin zitten. Persoonlijk hou ik ook echt van decoratie met zwart en gouden tinten. En zeker nu het ook wat donkerder wordt, hou ik ervan om 's avonds kaarsjes aan te steken. En toen dacht ik, hoe leuk. Ik vond deze dus, ik wilde bijna de winkel uitlopen. En toen zag ik deze opeens liggen. Dit zijn namelijk echt van die glitterkaarsjes. Dus met allemaal gouden glitters erop. Oké, jongens, ik ga ze er gewoon meteen even in doen. Ik denk dat het heel leuk gaat zijn.
Oké. Overal zitten wel meteen glitters. Dat moet ik wel... Let daarmee op. Want ik merk wel, er zitten nu al echt... Jullie gaan waarschijnlijk veel glitters op mijn handen zien dadelijk. Ik vind dat ik echt een goede keuze heb gemaakt om dus die met glitters te nemen. En de houder is 3,98 en de kaarsjes 99 cent. Ik vind het ook meteen helemaal leuk combi met die poef. Hoe leuk is dit om gewoon ergens in een hoekje te zetten en dan past helemaal leuk bij elkaar. Het volgende item vind ik misschien wel... Ja, dit is wel echt het grappigste item van vandaag. Ik zag deze al een paar keer voorbij komen op filmpjes bij mensen. En toen dacht ik echt... Oké, als ik in de Action ben, dan ga ik gewoon kijken of ze hem hebben. En dan neem ik hem meteen mee. Want ik weet zeker dat deze dingen weer super snel weg zijn dadelijk. Dit is een adventskalender voor honden. Ik vind dit zo ontzettend schattig. Ze hadden dus ook verschillende designs. Ik ben uiteindelijk voor deze gegaan. Zo ziet die eruit. En ik ben echt gek op adventskalenders. Dus ik vond het ook wel heel erg schattig om mee te nemen voor de honden. Eigenlijk had ik er dus 3 nodig. Maar ik ga gewoon steeds 3 vakjes openmaken. En dan krijg je ze gewoon tegelijkertijd een snoepje. Laten we eerst even kijken wat er achterin zit. Want ik vind het wel... Oh, dit is echt schattig. Ik hou er echt zo van om adventskalenders open te maken. Hier zitten allemaal kleine snoepjes in. Zo zien de snoepjes eruit. Ik vind dit heel erg leuk bedacht. En er zitten dus 25 vakjes in. En deze was 4,99. De mensen die vaker naar mijn video's kijken, die weten dat ik echt fan ben van leuke avondjes met vrienden eten, borrelen, tapas, noem het maar op. Echt, ik vind het helemaal geweldig. En toen zag ik dus deze, dit is volgens mij van bamboe. Ja, dit is een bamboeschaal die dus kan draaien, zeg maar. Hieronder zit een ding en dan kan je, ik ga gewoon even meteen openmaken. Misschien is dat handiger. En dan kan je het hele plateau dus ronddraaien, zeg maar. Kijk, zo ziet hij er dan uit. Ik vind het ook een beetje op zo'n soort pizza ding lijken. Snap je wat ik bedoel? Alsof je er een soort van pizza op kan doen die je dan ook rond kan draaien. Maar ik vond het heel erg leuk om een huis te hebben. Volgens mij hebben we deze thuis zelfs al, maar dat weet ik niet zeker. Maar als wij naar het nieuwe huis gaan, vind ik het dus ook heel erg leuk om er daar eentje te hebben. En om hier hapjes op te leggen of leuke voorgerechtjes op te maken. Zeker nu richting de feestdagen en nu het weer vroeger donker is, gaan wij veel vaker ook weer met vrienden eventjes wat drinken of borrelen, dat soort dingen. Dus ik ben hier helemaal blij mee. En deze was 6,95. Het kan natuurlijk niet missen dat ik voor deze periode nog meer kaarsen heb meegenomen. Namelijk deze. Allereerst heb ik deze geurkaars gevonden. Hij heet White Amber. Of in ieder geval de geur heet White Amber, denk ik. Dat is dus deze mooie verpakking. In deze periode kan ik gewoon niet genoeg krijgen van geurkaarsen. Ik steek er echt bijna elke avond wel eentje aan. En het was ook wel heel erg grappig. Wow, ik maak hem open. Oké, dit ruikt echt ontzettend lekker. Ik maak letterlijk een dekseltje open en het begint helemaal lekker te ruiken. Maar het was wel erg grappig, want er stond dus een meid en een jongen van mijn leeftijd stonden naast mij. En die zeiden echt helemaal, ja, elke keer als ik naar de Action ga, dan kom ik op die kaarsafdeling. En dan had ik echt gezegd, van deze keer ga ik niks kopen. En alsnog neem ik er eentje mee. Nou, ik wilde echt bijna zeggen, ik heb precies hetzelfde. Maar ik ben dus voor deze gegaan en deze is 4,49. Ja, ruikt echt zo lekker. En daarnaast heb ik ook nog deze kaarsjes meegenomen met appel en kaneel. Dat vind ik ook altijd echt zo'n herfstgeur. En deze was 2,27. Dat is dus deze verpakking. Dan heb ik nog thee meegenomen. Ik heb laatst de andere verpakking van deze meegenomen. Die is zeg maar crème met blauwe details. En deze is dus blauw met crème details. En die andere vind ik dus heel erg lekker. Dat is de smaak lemongrass uit mijn hoofd. Ik vind die echt top. En ik heb daar nog een paar zakjes van liggen. En toen dacht ik, ik neem ook gewoon de andere smaak mee. Want deze wil ik ook proberen. En dit is met de smaak vanilla chai flavor. En deze is 1,19. En toen zag ik dit liggen. En toen dacht ik, dit vind ik echt zo cute. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik hou er zelf echt persoonlijk van om steeds nieuwe producten uit te proberen en dat soort dingetjes. Maar dit is dus van Bailey's een chocoladereep. In mijn beleving dus iets nieuws. Dat is deze dus. Ze hadden trouwens nog andere varianten, maar ik ben voor deze gegaan. Ik ben hier echt benieuwd naar. Mij lijkt dit heel interessant om uit te proberen. En deze was 1,79. En als laatste heb ik deze body cream meegenomen van Dove. Volgens mij zei ik het al in de winkel, maar nu het natuurlijk herfst is en wat kouder wordt, vind ik het altijd fijn om dit soort dingen echt weer veel in huis te hebben. Als je huid dan droger wordt, kan je er gewoon meteen tegenaan. En deze was 2,95. Dit is dan alweer het einde van deze shopvlog. Ik ben echt heel erg blij met alle dingen die ik gevonden heb. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie het leukste item vonden, wat ik vandaag heb laten zien. Of dat je zelf misschien de laatste tijd
nog dingen hebt gekocht waarvan je denkt, goh, hier moet je ook nog even naar kijken. Dit is ook zeker een aanrader. Laat het zeker even achter in de comments. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Doe ook even een duimpje omhoog. En vergeet eronder ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action en het belletje aan te zetten. En als je het leuk vindt, ook op mijn kanaal, zou ik in ieder geval heel erg gezellig vinden. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!